voor het Weekjournaal. De aanvoerder van DVS 33, Dennis Hollard. Welkom. Ja, dankjewel. Dennis, hoe is het? Ja, goed. Altijd een lekker gevoel als je gewonnen hebt natuurlijk. En dan kun je de week weer goed beginnen natuurlijk. Ja, precies. Ik zag bij Spakenburg, zag ik je rondlopen als vader van een gezin. Je hebt een gezin. Ja, dat klopt. Ik heb een vrouw en een kleine jongen van 14 maanden. Kleine jongen van 14 maanden. Geniet je daarvan? Daar geniet ik zeker van. Dat is het mooiste wat je kan overkomen als persoon zijnde. Moet het voor jou toch verschrikkelijk zijn geweest dat je die wedstrijd in Spakenburg niet hebt kunnen spelen? Ja, inderdaad. Maar ik vind het verschrikkelijk in ieder geval om elke wedstrijd te missen die ik, als ik niet kan spelen. En vooral daar natuurlijk. Ik heb daar 4,5 jaar bij de buren gespeeld. En er waren ook natuurlijk rode supporters aan het kijken. Dan is het natuurlijk wel heel jammer dat je zelf niet kan spelen. Inderdaad. Hey, want je werkt ook in Spakenburg, hè? Ja, dat klopt. Je zit in de vis? Ja, ik heb via IJsselmeervogels heb ik een baan geregeld om daar te werken. En ben ik onderaan begonnen en langzaam omhoog aan het werken. Ja. Je bent al bijna managersfunctie of al helemaal? Nee. Ik ben chef op de werkvloer op dit moment. Dus, Zorgen dat de vis op de juiste plek komt? Ja, en mensen aansturen. Dus, Vanaf het water in de monden? Nee, tussenfase. Tussenfase, oké. Nou, dat is wat dat betreft. Nou heb ik het toch even over Spakenburg. Ik had het er net met de coach over. Dat het misschien wel een idee was geweest om jou die tweede helft tegen Spakenburg op het middenveld te posteren. Want nou, dat viel niet tegen afgelopen zaterdag. Nou, het was even voor mij even wennen. Het is een tijdje geleden dat ik daar gespeeld heb. En ik kan op zich op meerdere posities uit de voeten. En dan was het even afwachten hoe het conditioneel er zou uitzien. Maar op zich viel het me mee. Ja, het viel mij ook mee. Je zat er gewoon lekker te buffelen. En die jongens van Maghreb, die hebben daar niet zo, die hebben daar weinig mee. Ja, dat zijn spelers die er niet van houden om kort gedekt te worden of kleine tikjes te krijgen. En dan gaan ze zich irriteren, dan gaan ze met andere dingen bezig zijn. En ik denk dat we dat wel goed hebben gedaan. Veel in de duels gekomen in het begin van de eerste helft. Wat snel resulteerde in een 1-0. En toch in staat om met een ander systeem de tegenstander behoorlijk te ontregelen. En vervolgens ook ongelooflijk effectief te zijn. Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat je effectief was als ploeg zijnde. En, we zijn slordig geweest, dat wel. Niet heel goed gevoetbald. Op sommige momenten denk ik dat we wel heel mooi voetbal hebben laten zien. Alleen als je dan 5-0 wint, dan is dat heel mooi meegenomen natuurlijk. Het aanvoerderschap bij DVS, bevalt je dat tot nog toe? Ja, op zich bevalt het me wel. Het is even anders. Dan is er iets minder druk op. En het is altijd leuk als je als aanvoerder mag aantreden bij elke wedstrijd. En dat betekent toch dat ze wat in je zien, een leider. En dat heeft toch wel wat waardering. Hou je de rode nog een beetje in de gaten? Ja, die hou ik wel in de gaten. Ik heb er 4,5 jaar gespeeld. Er zit, zit nog een maatje van me, die speelt er nog. En dan hou je sowieso contact daar. Dan met die Willem Leushuis aan het roer blijft IJsselmeer van ons denk ik gewoon ergens in de top 3 rondhangen. Ja, op dit moment gaat het goed met ze. Maar het is even afwachten of het zo kan blijven gaan natuurlijk. En het belangrijkste is dat wij hier zelf de punten pakken. En dan is dat minder belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste, aanvoerder. Dat is zeker waar. Zeker. Hey, bedankt voor dit interview. En heel veel succes zaterdag tegen Odin. Hoop dat je er weer bij bent. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Dankjewel. Ja, we zitten hier wel op de bank, maar daar hoor jij niet, hè? Nee, ik wil op het veld staan. Dat is voor mij het belangrijkste. Okay. Bedankt. En in dit weekjournaal ook aandacht voor Basile Camara. Basile, Apeldoorn was je domicilie, hè? Maar wat? Je domicilie, hè? Mijn domein. Jouw domein, ja. Daar woon jij. Dat klopt niet, ja. Hey, hoe is het met je zoontje? Daar ben ik zo benieuwd. Hè? Ja, gaat goed met hem. Ik ben hard bezig met trainingskamp iedere zondagochtend om klaar te stomen voor het grote werk. Dus het grote wordt. Hij moet het beter gaan doen dan zijn papa. Ja, ja, duidelijk. Geen afleiding. Dat verdient hij wel. Hè? Dat verdient hij wel en dat moet hij ook. Even dacht ik van, je laat je afleiden. Joh, wat doe je nou toch raar een kwartier na het begin van die wedstrijd tegen Maghreb. Was dat om Paul Epping, de doelman van DVS, even uit te testen? Even kijken, is die wel alert? Ik voelde me behoorlijk schuldig na dat moment. Ik weet niet of je me 5 minuten hebt zien balen. Ik wist zelf niet wat ik moest doen. Ik zei ook tegen Paul, gewoon opstaan. Maar die kon niet meer. Maar het was geen lekkere actie inderdaad. Maar gelukkig hebben we Paulus nog.
had je, was er iets in die hersenpan, iets los of zo? Dat je opeens die bal zo in de voeten van de speler. Ik wou gewoon lekker aan de dribbel gaan over de middenlijn, maar ik heb die speler helemaal niet gezien. Dus dat pakte niet best uit. Dat pakte zeker niet best uit. Wat mij ook opvalt is dat jullie gaan altijd mee naar voren. Joran, jij, Dennis Hollard. Maar volgens mij kun je dat beter achterwege laten, want daar komt nooit een doelpunt uit. Nou, ik heb wel geteld, ik speel nu 7 jaar seniorenvoetbal. Heb ik in 7 seizoenen toch 24 doelpunten met kop gemaakt. Dus op zich, aan mij ligt het niet, denk ik. Maar ik weet niet waar en wel. Oh, hou je dat zo goed bij? Ja, tuurlijk. Ik score niet vaak. Dus als ik score, hou ik het wel bij. Hartstikke goed. Hey, heb jij nog wel contacten met oude DVS-spelers zoals Mohamed El Haidar? Want volgens mij zou jij daar eigenlijk wel een prima cabaretduo mee kunnen vormen. Met Mo? Ja, Mo. Mo spreekt nog wel geregeld. Ja, goeie jongen. Maar ja, cabaretduo. Ja? Ja, volgens mij kunnen jullie dat. Dat zijn eerder 2 slachters, toch? Hij is ook zo gek als een deur. Ja, mooi, ja. Ik had toevallig net Heiri nog aan de telefoon. En die is zo gek als een deur deze dagen. Stedoco heeft hem helemaal laten ontsporen. Ja, maar Mo zit maar met 3 puntjes uit 3 wedstrijden. Dat komt je bekend voor, hè? Waarvan? 3 punten? Dat hadden wij ook, hè? Is dat zo? 3 wedstrijden, 3 punten. Oké, ja. We hebben 4 wedstrijden, 6 punten. Ja, ja. Oh, zo bedoel je, ja. Ben je slim blijven? Ja, nee, ik let niet zo op de stand. Het gaat om het einde en daar let ik meer op. Hey, hoe is het met de ploeg, de sfeer? Goed, dit seizoen? Ja, goede ploeg, jonge ploeg, maar goede sfeer, ja. En ik denk goede jongens erbij gekregen, hele brede selectie ook wel, zie je ook wel. Als je kijkt naar wat we iedere week op de bank hebben zitten ook. Dus de sfeer is goed, het niveau ligt hoog en het gaat de goede kant op. Over die bank gesproken afgelopen zaterdag. Kun je niet voor elkaar krijgen als je zo'n bank hebt, dat daar gewoon een leren bekleding op die stoeltjes komt voor die, dat soort jongens als Maurice en zo? Dat is wel nodig eigenlijk. Of hier een lounge of zo, daar ze kunnen zitten, vind ik ook wel. Ja. Ja, dat is niet ongelooflijk, hè, als je zo'n bank hebt. Ontzettend. Ja, maar ook wel lekker dat je een bepaald ander systeem kunt spelen, waardoor de tegenstander denkt van, wat is dit nou? Zo speelt DVS toch helemaal niet? Nee. En je wint gewoon met 5-0. Nee, ja, maar ik moet ook zeggen, het was gelukkig ook niet de sterkste tegenstander waar tegen we speelden. Al een paar individuele goede jongens, maar eigenlijk elke bal erachter was moeilijk. Ja, en Daniel en Benjamin, weet je, met diepgang, die zijn gewoon levensgevaarlijk met die snelheid van hun. Dus ja, inderdaad, 2 systemen, het pakt goed uit. Is leuk. Ja, hartstikke mooi. Hey, volg je de kledinglijn van Ronald Hoek nog een beetje? Nee, ik heb die niet meer zo in de smiezen. Nee, ik zie hem ook nooit ergens een keer rondlopen. Tegenwoordig hebben we een nieuwe mode-icoon in de kleedkamer. Ja, wie is dat? Koen Vloedgraven. Moet je eens aan hem vragen of hij in zijn normale outfit achter de camera wil komen. Hey, schrik je helemaal wezenloos. Ja, echt. Gaan we gewoon een keer doen, Basiel. Ja, moet je echt doen. Laat hem om 7 uur een keer komen. Op maandagavond vooral. Ziet er goed uit. Ik zie dat het gewoon heel erg goed met je gaat. Want de glimlach is weer helemaal back. Want die was echt helemaal weg toen je richting die rode zou gaan. Nou, het viel wel mee. Toch was even een blauwe maandag. Een blauwe maandag. Geen rooi, maar ja, het was een nee. Nee, maar ik heb het altijd goed naar mijn zin hier. Heerlijk bij die geel-zwarte wespen. Ik heb het steeds over wespen. Alles wat groen is, moet gemaaid worden. En de wespen die steken. 5 keer gestoken. Ja, daar heb ik in de jaren wel voorbij horen komen, die wespen, die maaien. Ja. Zaterdag weer, jongen. Zaterdag weer, ja. Erop en erover. Odin. Lastig. Gaan we doen. Ja, dat doen we wel. Veel succes ermee. Bedankt voor dit interview. Alsjeblieft, Pieter.